Ja, Mimoen, maar hoe is het met je? Ja, goed. Lekker weer met de groep getraind. Ik voel me weer fit, dus dat is altijd fijn. Ja, ik wou nog zeggen, want het is wel een raakje de keer met blessures. En word je er zelf niet eens een keer gek van, dat je steeds iedere keer weer wat hebt? Ja, zeker. Maar aan de andere kant, natuurlijk doet het wat met je blessures. Maar ik ben blij dat het maar wat lichte klachten zijn en niet echt blessures zijn. Dus daar kan ik me wel in leven. En als ik dan een wedstrijd moet overstaan, vind ik het niet erg. Als het maar niet 4-5 zijn achter elkaar. Ja, ik wou net zeggen, maar een aantal, dat verstoort jij ritme ook, hè? Ja, klopt. Alleen, ja, je bent de voetballer en je weet dat dat soort dingen gewoon kunnen gebeuren. En bij de een wat vaker dan bij de ander. Maar overal met al ben ik wel gewoon, probeer ik gewoon rustig te blijven en positief te blijven. En uiteindelijk zorg dat ik gewoon vanaf nu tot aan de rest van het seizoen niks meer heb. Ja, ik wou net zeggen, zondag klaar voor? Ja, ik wel. Ik ben er zeker klaar voor. Ik ben scherp. Ik heb er veel zin in. Dus ja, we hebben 3 punten hard nodig. Dus een leuke pot tegen PEC Zwolle. Het lijkt erop dat je eerst op de bank begint. Misschien ook logisch na de wedstrijd van afgelopen weekend, hè? Ja, klopt. Ik heb natuurlijk een blessuretje gehad en het team heeft gewonnen. Dus, maar aan de andere kant, je bent natuurlijk scherp. Ja, je probeert bij het team te horen en hopelijk kan ik zondag van waarde zijn als invaller. Heeft de trainer al met je gesproken over de wedstrijd van zondag? Nee. We hebben helemaal niet gesproken. En, is ook in principe niet nodig, want het team heeft gewonnen en we zijn positief. Er is eindelijk wat rust op de club, dus ik ben ook niet de type die naar de training toe gaat van waarom sta ik er niet in. Ik ben gewoon rustig en ik focus me op de minuten die ik zal krijgen. Ja, ik wou net zeggen, je neemt toch aan dat je zondag wel even minuten gaat maken natuurlijk, hè? Ja, daar ga ik wel vanuit, maar dat zal het aan de trainer over, maar overal met al zal het wel gebeuren, denk ik. Wat weet je van PEC Zwolle? 3 uit 3 wedstrijden, 0 punten. Goede wedstrijd tegen PSV, vooral de tweede helft heb ik begrepen. En, gewoon een leuke ploeg die ieder jaar wel meedoet aan het linkerkeitje. Alleen nu gaat dat wat minder. Ze zullen extra gemotiveerd hier naartoe te komen om natuurlijk te winnen. En ja, onze taak om dat niet te laten gebeuren en om gewoon de 3 punten hier in het noord te houden. Ja, maar ik neem aan dat jullie ook extra gemotiveerd zijn om eerst de thuiswedstrijd te winnen. Of de eerste thuisoverwinning binnen te halen, zo moet je zeggen. Ja, zeker. Ik denk dat we elke wedstrijd willen winnen. En vooral thuis natuurlijk. Maar natuurlijk 2 weken geleden tegen Willem II was het natuurlijk niet goed. En hopelijk kunnen we dat nu rechtzetten voor ons eigen publiek. En uiteindelijk gewoon een mooie wedstrijd en uiteindelijk gewoon de 3 punten hier te houden. Hoe staat dat trouwens met je contractverlenging? Gaat dat nu al binnenkort gebeuren of? Nou, dat is een goede vraag. Dat moet nog afgesproken worden. Maar dat zal vast nog wel komen aan de aankomende weken. De intentie is er dus wel? Ja, intentie is er wel. Dat heb ik al vaker gezegd.